Het zal de meeste mensen een worst zijn, die verkiezingen. Althans, volgens een onderzoek dat Binnenlandse Zaken heeft laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat in heel Nederland slechts de helft van alle mensen gaat stemmen op 3 maart. Om te onderzoeken of dat in Apeldoorn ook zo is, hielden we ons eigen straatonderzoek. Veel mensen willen, zoals gewoonlijk, helemaal niets zeggen voor onze camera. Dag dames, Omroep Gelderland, even heel kort. Gaat u stemmen? Hallo. Maar uiteraard zijn we vasthoudend en na even doorvragen komt Apeldoorn er toch een beetje los. Nou, ik stem op de dieren. Oh, op de dieren? En waarom dan? Ja, nou, omdat het de enige is die ik nog het beste vind. Ja, ik ga stemmen. Oké, en waarom? Ik wil dat we laten horen van wat we willen eigenlijk. En dat vind ik een belangrijk voorrecht zelfs. Okay, en waar gaat u op stemmen? Waarschijnlijk op de Partij van de Arbeid. Oh, nee, je stemt denk ik op Leefbaar Apeldoorn. Okay, en waarom? Dat er de partij is waar je meer aan hebt dan aan de andere partijen. En de andere partij heeft u niet zoveel vertrouwen in? Helemaal niet. Totaal niet. Onbetrouwbaar. En zelfs jongeren van net 18 zijn goed geïnformeerd. Ik ga stemmen op de D66. Ook niet dat de Bijbel iets te maken heeft met het bestuur. Ik wil absolute secularisatie. Dus. Okay, nou, je hebt er goed over nagedacht. En je buurman, waar ga jij op stemmen? Ik heb er minder over nagedacht, maar ik stem op de VVD voor de gemeenteraadsverkiezing. Het is gewoon de partij waar ik ook op stem met verkiezingen voor Nederland. Ja, maar lokaal is het natuurlijk wel heel wat anders, hè? Ja, maar ik denk dat ze wel ongeveer dezelfde ideeën en beelden hebben voor de gemeente. Bijna alle mensen die wilden meewerken aan ons straatonderzoek gaan op 3 maart dus naar de stembus. Bijna allemaal. Ik heb er de ballenstand niet van. Ja. Gaat u zelf naar de stembus? Nee. Waarom niet? Omdat ik niet weet hoe het werkt, hoe het moet, in elkaar steekt. Okay, maar verdiep me er niet in. Okay. Dus u heeft zoiets van, nou ja, die verkiezingen kan allemaal gestolen worden? Voor mij wel.